Ze stond in de file, maar ze is hier geraakt. Isabella! Ah! Yeah. Goedemorgen, Isabella. Steven had al gestuurd, maar blijft al lekker meestappen. Zeg maar, je hebt een rustgevend theetje genomen, het was nodig. Zeg. Ja, dat beest is hier aan het bibberen, jong. Wat is er gebeurd eigenlijk? Want je stond echt vast onderweg. Ja, mijn Waze heeft mij overal naartoe gestuurd. En ik stond hier eigenlijk achter de hoek gewoon. Ja. De Brusselse dus ring. Ik heb mijn auto geparkeerd, ik ben dan maar te voet. Er waren nog mensen die dat hier aan het doen waren. Ja, echt gewoon zot. Amai, maar ja, zware files rond Antwerpen en ook blijkbaar hier vlak aan Medialaan, de Brusselse ring in Vilvoorde. We doen de top 500 van de 90s deze week, super, Isabel. Jij was zo jong toen nog, hè, met heel lekker beest. Dat was in 1990. Jij was 15? Ja, ik was 15 inderdaad. My God, voelde dat zo jong? Ja, ik leefde op dat moment in een roes. Hè. Dat was echt van het een optreden naar het ander. En dat was wel heel leuk natuurlijk. Hè, omdat ik heel veel toffe mensen kon ontmoeten achter de schermen. Mensen waar ik naar opkeek en zo. Ja. Dus dat was leuk. Maar met school? Je ging met school nog niet meer? Dat was ik ben jong. Dus wel vroeger gestopt met school. Ja. Ik ben eigenlijk op mijn 16e gestopt. Maar dan ben ik op een leercontract gegaan. Ja, en ik heb dat niet echt supergoed kunnen afmaken. Ik was kapster. Dus dat was gemakkelijk. Het was een beetje druk eigenlijk. Ja. Een beetje druk in die periode. Om je eigen haar te doen tijdens tien om te zien. Dat is ook een soort van leercontract. Ja. Alhoewel, daar waren wel... Er waren kapsters volgens mij. Ik heb eigenlijk veel geleerd zo achter de schermen. Hè. Ik heb mij leren schminken, ik heb mijn haar leren doen. Allee, zo, maar had je het gevoel dat je dan goed begeleid werd daar of zo? Of was dat zoiets waar werd je leven geleefd? Of hoe was dat dan? Ja, weet je, als je zo jong begint in dat wereldje, je bent eigenlijk een kindsterretje. Ik was van mijn 11 jaar bezig. Ik heb dan nog TV Tam Tam gedaan, een kinderprogramma. Oh, TV Tam Tam, ik heb dat nog gezien. Oh my god. Sorry. Dat was voor schooltelevisie. En je wilt dat gewoon. Hè. Ik wou gewoon zingen en mijn ding doen. Ik was al van mijn 6 jaar bezig met muziek. Dus dat was wel fantastisch, maar... Natuurlijk, ja. Er zijn voordelen en nadelen. Hè, omdat je zo wel wat geleefd wordt hè, op dat moment. Dat is direct de vedette-status, onmiddellijk zo, baf. Lekker Beest heeft 6 maanden geduurd voordat dat eigenlijk een hit is geworden. Och. Ja. Totdat ik zo'n tv'tje kreeg van Jos van Oosterwijk. om te zien. En dan was vertrokken. En dat was vertrokken, inderdaad. Ja. En was dat in het algemeen dan een goede periode voor jou? Kijk je daar terug als van, oh my, dat was echt heel tof. Ja, weet je, daarvoor is het bij mij begonnen daar. En ik heb mijn naam daarop gebouwd. En dat wil zeggen dat ik nu nog besta, hè, man. De coördinaties van die flitsen allemaal van de herinneringen terug. Dat ik moet het Swingpaleis, dat jij ook vaak gezeten. Ja, dat was super tof. Dat was toch... Amai, we zijn vertrokken. Half uur. Tjaka, de dansmas is een ander bij. Ze weet ze nog helemaal, eigenlijk. Ja. Dat moet terugkomen, hè. Het Swingpaleis, ja. Maar niet bij Linde Marie, misschien. Sorry, dat is wel. I love Linde Marie. Zeg, en je maakt nog altijd muziek natuurlijk. Jouw soloalbum, anderhalf jaar geleden, zoiets ongeveer, denk ik. Een nieuw album. Maar er komt een nieuwe aan, hè, mannetjes. Er komt een nieuwe, super toffe. Een lekkere CD komt eruit. Lekker CD. Je zult wel horen als de titel verschijnt. Dan gaan we wel horen waarom dat een lekker CD zal zijn. Ja, dat is heel goed. Oké. Okay. Je maakt ons heel benieuwd. Ja, in april, begin april komt hem uit. En ik heb nu natuurlijk ook mijn single met Koen Wouters. Dat is nooit meer alleen. Ja, absoluut. Dus, heel mooi. Ja. Hoe heb je hem kunnen overtuigen zeg, om dat samen te doen? Of was dat niet moeilijk? Ja, we hebben Liefde voor Muziek samen gedaan. En van sindsdien ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik heb hem gebeld. Ik heb gezegd, Koen, ik heb een liedje en ik hoor in het tweede strofje. En hij heeft gezegd, stuur het mij maar op. Ik zal wel zien of ik het goed genoeg vind. En hij belde mij terug en zei van, het is een fantastisch mooi nummer. Oh, super. Zeg, weet je dat Heidi, wat denk je nu plots aan? Heidi heeft ooit Heel Lekker Beest gezongen voor... dat was de periode van Liefde voor Muziek. Ja, omdat dat niemand had. Ik heb dat gehoord. Ja, want daar had niemand toen in Liefde voor Muziek Lekker Beest niemand gecoverd. Niemand durfde dat. Dat is waar. Er waren er twee die hetzelfde liedje hadden gekozen. Helemaal alleen. Gers Pardoel en Clouseau. Ja. En Lekker Beest hebben ze dus niet gecoverd. Maar dat heb jij gedaan, hè. Maar nu jullie toch samen zijn, is het geen idee dat jullie misschien samen een keer... Zingen of wat?
zingen. En dat op Facebook zwieren of zo voor ons? We kunnen niet, we hebben de lijst. Ik wil dat wel doen, maar voor mij is dat gemakkelijk om te zeggen natuurlijk. Ik ja, wel ja, voor jou is dat eer. Ja, voor mij is dat een eer voor aan. Ah, wel. Denk er eens over na. Weet je wat? Gaan we iets afspreken? We gaan iets afspreken. Oké, okay, ik ga dat doen. Ja? Als jullie mijn single draaien. Met Koen Wouters, nooit meer alleen. Dus als jullie mijn single draaien... Ja, afgesproken. Dan gaan we dat subiet opnemen. Well, dat is goed. Okay. We gaan dat nu niet doen, want we hebben nu de lijst. Want jouw single staat niet in de top 5 van vandaag. Volgende week, elke dag in de ochtend. Gaan we elke dag in de ochtend draaien. Is het echt? Goed, ik beloof het. Want wij hebben dan vakantie, dus... dat is ook waar. Nee. Dan nu in de ochtend, oké? Okay? Oh, we gaan hem eens draaien. Isabel, draai ook nog wel normale muziek, hè? Dankjewel voor je komst en veel succes. En laat ons weten als het op Facebook staat, dan gaan we het houden. Ja, we gaan Isabel, dankjewel voor de komst. Yes, dankjewel.